voor de verandering in plaats van trainersvisie ook de visie van een trainer. Want je bent ook trainer, André Dul. Ja, Piet, nog steeds. Ja, nog steeds. Hoe is dat als trainer in de staf zitten en dan kijken en meemaken hoe een trainer waarmee jij te maken hebt, in dit geval Bert van Hunestein, functioneert? Eerste jaar was dat lastig, zeker de eerste paar maanden, omdat je toch als trainer er zit en niet als manager. Maar dat went, Piet, dat went. Ja, dat went. Hey, je hebt er nu een jaar op zitten, hè? Geniet je ervan? Ja, met alle teugen en vind het zo leuk om te doen. Maar waarom? Ja, het is anders de manier met spelers en trainers en vooral de omgeving. Hè? Pers, businessclub, voorzitters, publiek. Dat is zo anders als je trainer bent. Maak je dat toch minder mee dan dat je teammanager bent. Ja. Maar het functioneren van een trainer met de groep en zo. Beklijft jou dat ook? Ja, ik zie hoe Bert dat doet. Hè. Bert is een mensmens wat van een team een ploeg maakt. Hè. Dus echt een ploeg. Daar is hij heel sterk in en dat kan ik met passie volgen en zien. Maar ook de kleine dingen die daar tussendoor gebeuren, vind ik indrukwekkend hoor, om te zien. Ja, indrukwekkend. En zeker natuurlijk het vorige seizoen, die eerste drie maanden, toen moest hij er even behoorlijk tegenaan. Toen moesten er even wat dingen veranderen. Ja, niet alleen de dingen veranderen, maar ook met ons allen, zeg maar. En dan merk je dat we ook al met z'n allen een team zijn. En de staf, de technische staf, de medische staf. En we zijn echt een team geworden vorig jaar. En dat breidt zich nu alleen maar uit. Het wordt alleen maar beter. Het groeit, het groeit. En zie je dat ook groeien bij het team? Bij de jongens van het eerste? Ja, er is rust bij de jongens. De jongens weten waar ze naartoe moeten als ze wat buiten het trainen om willen weten. Gaat het over kleding? Gaat het over financiën? Gaat het over andere zorgdingen? Dan ze weten waar ze wezen moeten nu. Dus daar is echt rust. En ze krijgen ook antwoord. We hebben ervoor gezorgd dat die mannen op een vraag antwoord krijgen. Of is het ja of nee? Maar ze krijgen een antwoord. En je merkt dat dat rust geeft bij de spelers. Misschien word ik nu te intiem met deze vraag. Maar zo'n wedstrijdbespreking. Hè? Krijgt Bert dan ook respons van de spelers? Genoeg respons? Het is goed dat je dat vraagt. Want ik ben bij de meeste wedstrijdbesprekingen niet bij. Omdat ik als teammanager allerlei andere dingen moet doen. Als onze teams ontvangen. Zorgen dat de scheidsrechters goed ontvangen worden. En allerlei andere zaken eromheen. Dus ik ben wel heel af en toe bij de wedstrijdbespreking. Wat ik wel merk is dat er steeds meer mondigheid komt in de groep. Gelukkig maar, want daar leren ze ook van. Ja, daar leren ze van. Maar zeker met types als Roald de Vries en Basil Camara. Die jongens die kunnen natuurlijk wel het een en ander naar voren brengen. Of hebben de nieuwe spelers ook al meningen? De nieuwe spelers hebben dat ook, maar ook onze eigen jonge jongens hebben dat. Dus die zien ook steeds meer de vorm en durven zich steeds meer te uiten. In de dingen die zij zien en de vragen die zij stellen hebben echt met voetbal te maken. Wat leuk. Kijk, dat leek mij nou inderdaad ook zo leuk van jouw functie. Om heel dicht een beetje tussen die jongens in te staan en te merken van wat leeft er binnen zo'n groep. Ja, dat is ook een beetje de rol van teammanager. Maar niet alleen bij de jongens. Hè? Dat geldt zelden voor mijn trainers. En dat geldt zelden voor de rest van de managerstaf. Zowel in dit geval de medische staf als de mannen die er bij mij omheen zitten. Dat is een beetje Jan en Willem. Heb je ook bepaalde dingen waar je een hekel aan hebt als teammanager? Dat mensen hun afspraken niet nakomen. Vooral als nu we heel allemaal zoekende zijn van hoe kunnen we dit beter brengen. Hoe brengen we heel DVS naar een hoger niveau. Daar maak je afspraken en daar wil ik wel heel graag dat mensen zich aan houden. Is het nou van de brug of van de burg? Nou, van de burgt. Van de burgt? Of van Huissen, hè? Van Huissen. Van Huissen. Ja, in het begin hebben we daarmee gespeeld. En ik kreeg een opmerking van Frank. Ik denk, nou, nu laat ik hem even staan. Het is alleen jammer dat onze verslaggevers dat ook overnemen dan. In plaats van serieus de namen lezen. Maar nee, het is van den Burg. Mooi zo. Hey, je hebt het over een team. Dus we kunnen jou gewoon echt nog voor een aantal jaren opschrijven. Als dit zo is en zo blijft, zeg maar, dan blijf ik hier zeker nog een paar. Hartstikke mooi, André. Het is echt gek, Piet.